Zegt ze, ja, hoeveel mensen komen dan? Ik zeg, nou, een stuk of 60, 70 per keer. Dat is ondenkbaar. Maar goed, dat had ik vorig jaar ook met de Syrische Ruba en Rasha. Die waren in het begin ook heel terughoudend. En uiteindelijk stond Ruba, hij geloofde in mij te zingen in de eentje. En dat vind ik wel wat het project heel bijzonder maakt. Ik ga werken met vrouwen die koffie drinken hier achter mij in het Florishuis. Onwijs veel nationaliteiten bij elkaar. Zij vinden het heel opvallend dat Nederlanders heel vaak vragen, oh, hoe heet je? Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Wat doe je voor werk? Weet je, het is meteen heel direct. Ik vond het ook wel een beetje confronterend, want ik doe dat zelf dus ook altijd. Eigenlijk vind ik het heel interessant in alledaagse dingen. Wat houdt hen bezig? Wat vinden ze leuk hier in de wijk om te doen? Wat hebben ze vandaag gedaan? Ik ben met deze vrouw naar het Drouwener Zand attractiepark geweest. Ik heb echt mijn ogen uitgekeken, want de hele dag door eten mensen patat, kroketten, frikandellen, broodjes, hamburger. Het was wat ongedwongener dan dat je letterlijk aan een tafel gaat zitten en gaat vragen, nou, wat maak je hier nou mee? Dat is gewoon een hele toffe ervaring. Dus dat wil ik heel graag vertalen in een theatrale scène. En er is één dame en ze heet Angelique. En ze komt ook hier vandaan en zij vertelde mij ook dat zij zich meer thuis voelt met buitenlandse dames. En dat vond ik heel interessant gegeven, dat je je dan heel erg thuis kan voelen tussen allemaal nationaliteiten behalve de jouwe. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het wel echt meer theater, dus een scène. Ze willen het sfeertje van het Florishuis daar creëren. Dat ze wel in het Florishuis zijn, maar dan net een stukje chiquer.